Hallo vissers. Ik heb een tutorial gemaakt over het spel Fishing Planet. Ik kon heel veel Engelstaligen vinden en Duits, maar ja, vrijwel geen Nederlandse. Ik ben geen pro, maar ik gebruik nu alleen de tips en tricks die ik zelf heb gekregen. En ja, ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben. Dit is Lone Star. Dat is zeg maar waar je begint. Vaak kom je aan die kant aan. Ja, wat is dan handig? Je volgt natuurlijk eerst de tutorial die je standaard krijgt. Wat kan je doen als die klaar is en je bent level 3? Vanaf level 3 kan je opdrachten doen. Nou, de eerste opdracht is dan Lone Star 1. Normaal is die oranje en dan kan je gewoon de missie volgen. Maar in dit geval, ik heb hem al aangeklikt. Ik heb er ook al een paar gevangen, zoals je ziet. Als het goed is, heb je wel ondertussen een netje moeten kopen. Waar je in totaal 2 kilo in kan bewaren. En verder zijn we nog ja, precies hetzelfde. Als tip heb ik... Druk op de M. Dan opent hij ja, een map. Als je dan op het plusje klikt, dan kan je boeitjes plaatsen. Wat is daar handig aan? Nou, sommige vissen zitten alleen in ja, bepaalde gedeeltes, diepere gedeeltes. De beste plek voor de eerste missie is hier op de brug. Deze kant. En dan zie je ook als je op de map kijkt, dat hier net een dieper stukje zit. Deze boei is recht voor me. Wat ook handig is, is zoals je ziet, ik heb 3 metertjes. Die geven ook aan de lijn, de hengel en de molen. Die krijg je door naar settings te gaan en dan pro aan te klikken. Ja, er is je geleerd dat de I dit opent. Maar wat ik zelf fijner vind, is om de ESC, de ESC, te gebruiken. Dan opent hij het ook. Dat vind ik zelf echt een heel stuk fijner. En wat daarnaast fijn is, is als je op F11 drukt, dan krijg je een pijltje boven het water, waardoor je veel gerichter kan mikken. Met dat pijltje krijg je door je linker muisknop 1 keer te drukken. Dan kan je hem plaatsen, laten we zeggen hier. Dan klik je 1 keer met je rechtermuis. Dan zie je een balkje oplopen en het beste is om te klikken tussen die witte balkjes. Oeps, sorry, ik had het even verkeerd gezegd. Het is namelijk zo, je krijgt het pijltje door op je rechtermuis te drukken. En als je hem dan op de goede plek hebt, dan doe je op je linkermuis. En dan zul je zien dat het balkje op en neer gaat. En dan weer linkermuis. Om hem precies op te zetten tussen de 2 witte balkjes. Oepsie. En dan zie je dat je gewoon heel gericht kan, ja, kan mikken. Voor deze missie, ja, die moet je hier makkelijk kunnen redden. Ook echt gewoon op dit gebied. Gewoon makkelijk met brood en wormen. Het kan wel even duren. Maar het moet haalbaar zijn. Zonder dat je echt iets aparts koopt. Ik raad ook niet aan om heel veel dingen te kopen, want dit is de enige plek die gratis is. De rest van de plekken ga je ook zien dat je ja, reisgeld moet betalen. Dus in het begin is dit wel een hele fijne plek om gewoon even lekker dat geld te vormen. Wat je ook ziet is dat hij nu vast zit. In de begintutorial geeft hij aan, ja, geef een paar... rukjes aan je hengel. Dat werkt helaas niet altijd. Wat ik doe is mijn plusspier. En dan zie je dat hij ook kracht bijzet. Hier bij dat cirkeltje rechts onderin. Met je plus en min doe je dus kracht instellen. Oh. En met je middelste muis kan je de snelheid van hoe snel je aan je molen draait. Op zich maakt die niet heel veel uit, maar let wel op dat de kracht je niet over de helft zet. Echt, dit is echt wel de max. Zelf heb ik hem het liefst op deze manier en dan kan ik hem altijd zodra ik een vis vang een beetje bijsturen.
Want zet je hem meteen te hoog, ja, dan is de kans dat je lijn breekt groot. En nou ja, je wil natuurlijk helemaal niet dat de molen of je hengel zelf breekt, want dan ja, ben je alles gewoon kwijt. Nou, eens kijken of die visjes wil vangen. Nou, dat duurt weer lekker lang. Tik-tak, tik-tak. Mocht het echt al lang duren, zodra je je lijn weer binnen hebt en je drukt op je ESC, dan kom je hier terecht op kaart. Vissoorten, ook wel een leuke en belangrijke. Daar zie je welke vissen er in dat meer of in het water zwemmen, leven. Waar jij bent. En daarbij laat het ook meteen zien, ja, wat hun voorkeur is voor aas. Maar ook voor andere dingen, als je bijvoorbeeld, als je straks zeg maar een spinner hebt. Ik heb geen spinnenhengel, ik heb gewoon nog de standaard die je in het begin krijgt. Daarbij kan je hier ook meteen zien wanneer een piek is. Zoals je ziet, ik vang niks. Is ook niet raar, want hij geeft aan het is 5 uur. Ja, dan is die ook weer erg laag. Laten we zeggen dat we naar 13 uur gaan. Dan moet er een goede piek zijn. Nou, dan druk je weer S. Dan ga je weer weg. Dan ben je gewoon weer bij je bruggetje. Als je dan op de T-spier drukt, dan kan je zo de tijd verstellen. Nou, dan gaan we naar 1 uur. En dan gaan we het nog een keer proberen. En zoals je ziet, er zit nu al wat aan. Zoals je zag, hij gaf nu niet aan wacht en aanslaan. Het makkelijkst om te zien dat er een vis aan zit, is als je ziet dat je dobber ja, toch wel van links naar rechts beweegt. Want stel dat hij puur naar beneden een beetje zakt, dan kan het zijn dat de vis er nog niet aan zit. En dat je dus gewoon ja, een leeg haakje omhoog hijst, waar misschien zelfs ook wel eens je beet vanaf is. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Zoals je ziet, hij bewoog nou best wel heftig. Toch wacht ik nog even. Kijk, en nu kan ik hem binnenhalen. Nou, we kunnen voor de gein eens kijken wat de raider eet. Zoals je ziet, je kan hierbij ook naar de winkel, alleen is niet alles daarop te zien. Ik raad ook niet aan om te winkelen terwijl je op een visplek bent, want 9 van de 10 keer is het daar ook nog eens duurder. Plus, ze laten niet alles zien. Dit is wat de visplek zelf aangeeft als aas. Nu zal ik daar eens even weggaan. Zoals wij zeggen, we gaan naar huis. Daar aangekomen en ik ga naar de winkels en ik ga naar aas, zie je dat er veel meer aas staat. Ik heb zelf nu even niet op de prijzen gelet, maar over het algemeen zijn de prijzen nu goedkoper dan dat je het op de visplek zelf haalt. Nou, wat gaan we erbij halen? Eens even kijken, wat kunnen we halen? Nou, volgens mij had er ook iets springkanen. Of ben ik nou weer gek? Crickets, nou ja, komt in de buurt aan. Mocht je Lone Star Lake weer ingaan, dit is de plek bij de brug. Het dichtst erbij.
dobbers blijven staan en je hebt maar een beperkt aantal dobbers, zoals je ziet. Dus het is wel handig dat als je bij een visplek weggaat, dat je er gewoon weer even op klikt en dan hem weghaalt, zodat je niet straks alle vijf al hebt gebruikt, zeg maar. Nou, dan gaan we nog een keer. F11, hoppatee. Wacht, het is 5 uur natuurlijk. En 5 uur was het net niet druk. Dus we drukken weer op de T. En ik zet hem weer op 13 uur. Nou, ik ga de springkanen er eens aan doen. Nou, je ziet het. Drukjes geven lukt niet. En de B zou ik ook niet doen, want dan knip je de lijn door. Dat is best wel een beetje zonde. Dus wat ik al zei, plusje erbij, huppa. En hij is ook vrij. Zoals je net al kon zien bij vissoorten. Er staat het aas bij wat ze eten, of als je een spinner gebruikt, wat je erop moet zetten. Alleen dat betekent niet dat je ook echt dat moet gebruiken. Ze kunnen ook gewoon echt erop afkomen als je totaal iets anders gebruikt. Alleen de kans met het juiste aas is natuurlijk wel wat groter. Wat misschien ook wel leuk is om te weten is, naast je 1 heb je zo'n golftekentje. Daarmee verander je scherm. Kijk, nou is de chat weg. Nou is alles weg. Ik kan wel gewoon nog vissen. En nou is alles weer terug. Normaal heb je een klein venstertje hier. Waarschijnlijk zien jullie dit. Als je dan je control indrukt en ingedrukt houdt en met je muis naar hier gaat. Dan kan je de chat groter maken. Wat op zich wel fijn is als de mensen ook echt gewoon met elkaar chatten. Hoe ga je nou chatten? Dat is je tab. En op die manier kan je. Vergeet niet om dan je tab nog een keer in te drukken of je esc. Zodat je ook weer gewoon vissen kan vangen. Want mocht je de chat aanlaten, dan. Kijk, er gebeurt niks. Plus als je dan wil lopen, lukt ook niet, want je typt automatisch. Dus probeer niet te vergeten om die te sluiten. Want anders dan doe je dus niks meer. Je ziet ook dat die links aangeeft dat ik alleen nog de Raider Sunfish moet. Mocht je nou op S drukken. En je denkt van, goh, ik wil eigenlijk nog even kijken wat eet hij nog meer. Maar je bent vergeten welke vis. Dan kan je altijd nog naar opdrachten gaan. En hier in het rijtje kijken. Dan geeft hij ook aan dat je alleen nog de reader moet. Nou, esc. En we zijn weer terug. Mocht het nou echt te lang duren en je ziet dat je qua tijd nog steeds goed zit, je kan altijd gewoon weer eens met ander aas proberen natuurlijk.
Want wat ik al zei, het is niet omdat ze bijvoorbeeld sprinkhanen lekkerder vinden dan brood. Ze kunnen ook gewoon op brood afkomen. Of wormen of andere aas. Dus dan wissel je gewoon een keertje. En misschien pakt hij dan wel. Zoals je zag, deze kwam gelukkig wel met drukjes los, maar vaak genoeg niet. Druk dan ook niet op de B, zoals ik al zei, want dan vraagt hij of je je lijn wil laten breken. Dat is natuurlijk zonde. Dan is het gewoon met je plusje even een tikje erbij en dan is het ook weer goed. Wat ik al had uitgelegd over tijden, er zijn natuurlijk piektijden, maar dat betekent niet dat je ook alleen maar vissen vangt in de piektijd. Ook al is het laag, je kan altijd gewoon vissen vangen, alleen ja, het kan dan wel wat langer duren. Zoals je zag, ik kon deze vis niet meer bewaren, want ja, mijn netje zit vol. Op zich maakt het op deze plek niet uit, want wat ik al zei, deze plek is gratis. Je betaalt geen reiskosten. Je kan natuurlijk ook gewoon vertrekken en het geld ontvangen en dan terugkomen. Alleen ik ga liever door totdat ik deze missie af heb. Zoals je ziet, ik heb weer iets gevangen. Je kan het, als de ruimte zou zijn in je netje, bewaren. Maar de kans op een boete van in dit geval 100, ja, die is groot. Dus het beste zou ik zeggen, vrij laten. Want ja, geld heb je uiteindelijk echt wel nodig. En zoals je ziet, als je hem op pro hebt gezet. Mijn lijn is nog 95%, mijn hengel is 96% en mijn molen 99%. Fantastisch nog. En aangezien dit een dobber is, je dobber moet ook echt, zoals je nu ziet, ja, rechtop staan. Anders ja, gaat een vis hem nooit pakken. En dat gebeurt ook best vaak dat zodra je een vis voor een missie nodig hebt, dan vang je ze eigenlijk niet. Terwijl als je op dezelfde plek gaat vissen, gewoon zonder dat je een missie doet, dan vang je ze achter elkaar. Ja, daar is die. Nou, dat was dus Lone Star 1. Daarvoor heb ik gekregen 1 muntje, 1000 biljetten en een dobber. Dit is een lichte dobber. Nou, dan gaan we even naar huis, zoals wij dat zeggen. Vertrek. Als je naar huis gaat of je gaat naar de volgende dag, dan wordt jouw visnetje meteen geleegd. Dus naar de volgende dag gaan is ook een optie. Zoals ik al zei, de reiskosten hierbij zijn nul. Maar ga je bijvoorbeeld naar Mudwater, dan zie je dat je 1200 moet betalen. Rocky Lake zelfs 2000. En hoe hoger, hoe meer jij gaat betalen. Vandaar, geld is belangrijk. Nou, ondertussen zijn wij level 5.
Wat dan handig is om te kopen is, ik kan nu maar één hengel, helaas. En mijn netje kan maar 2 kilo aan. 2 kilo is te weinig, zou ik bijvoorbeeld naar Mudwater willen. Want ja, dan moet ik toch minimaal 1200 terugverdienen. Wil ik een beetje winst hebben gemaakt natuurlijk. Eerder weggaan is natuurlijk hartstikke zonde. Dus we gaan naar gereedschap en uitrusting. Dan gaan we even kijken. Level 4, huppatee. En dan heb je meteen 7 kilo. Die gaan we kopen. Dit is ook wel een mooi setje. Dan kan je 2 hengels. Nou, dat is wat we willen. Je kan kiezen, je kan een leuk camovest dragen. Maar voor 50 meer heb je natuurlijk een tasje. Maakt het uit wat je draagt? Nee, een tasje is volgens mij niet zichtbaar voor anderen. Het camovest geloof ik wel. Zelf ben ik gewoon meer hiervan. Dan gaan we meteen kijken naar aas. Dan zie je dat je ineens veel meer kan kopen. Wat moet je kopen? Nog helemaal niks. We gaan eerst naar je inventaris. Dan klik je op je poppetje. Kijk, de tas heeft hij automatisch toegevoegd. Het netje is helaas nog steeds 2 kilo. Dan ga je naar thuis. En dan zie je dat hier de nieuwe staat met 7 kilo. Dubbel klikken of slepen, dat kan ook. En je ziet ook dat we nu een tweede lijn aan kunnen schaffen. Wat ik zelf het fijnste vind is een bodemhengel, zoals ik dat noem. Wat daar fijn aan is, is je hoeft niet de hele tijd de dobber in de gaten te houden. Persoonlijk vind ik dan de Creek Pro hartstikke goed. Die gaan we kopen. Oh, hij wordt automatisch hierop gezet. Dan moeten we alleen kijken naar een molen. Nou, de hengel kan maar tot de 3,25 kilo aan. Dus de molen moet lager zijn dan 3,25. Je kan natuurlijk een beetje de tekst lezen, dat doe ik ook. Zelf ga ik dan voor deze, want die kan 2,25 aan. Dan moet je natuurlijk een lijn hebben. Nou, de molen kan 2,25 aan. Hebben we een lijn die daarbij past? Nou, perfect. Er zit natuurlijk een verschil tussen mono, fluor en gevlochten en de leaders. De leaders, dat zijn zeg maar wie hier komen. Nou, kijk, 1,4. Knip, die komt daar. Die kan dus 1,4 aan. Nou, dan gaan we kijken of er een leader voor is. Deze zou leuk zijn, 1,2, alleen kunnen we nog niet kopen. Mocht je ze niet in je rugzak vinden, staan ze onder thuis. Hij zegt natuurlijk dat het te licht is, maar dat komt. We hebben er natuurlijk ook nog geen loodje aan. Ik koop altijd eentje van 15. En eentje van 25. Daarbij heb je ook belletjes. Goedkoopste is deze. Alleen die gaat minder snel af. Deze is gevoeligheid ook gemiddeld, dus ik ga voor deze.
Nou, dan zetten we er een belletje op. Ik ga die van 25 proberen. Oké, die is te zwaar. Deze is niet te zwaar. Ik ga gewoon voor het standaard haakje 8. En laten we voor de gein grootte aandoen. Dan zie je ook, het gewicht is optimaal. Nou, mooi. Wat gaan we dan doen? Even kijken bij opdrachten. Je kan alvast naar Mutwater reizen. Of Lesny. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Alleen wat ik al zei. Al die plekken kosten heel wat geld. Ik zou persoonlijk zelf gewoon nog even bij Lone Star blijven. Totdat je minimaal allebei de missies daar hebt gedaan. Dit was mijn tut voor je start. En ik zou wel een tweede maken die dan Mudwater enzovoort enzovoort laat zien. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en veel visplezier. Doei doei!